Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het vandaag. Spelen we Clash Royale? Laat dan maar vast een like achter. En dit is aflevering 4 van Road to 12 Wins. En dit is eigenlijk nu een beetje een... Um... Ja, een serie geworden waarin ik gewoon challenges ga spelen, zeg maar. De Grand Challenge. Die ga ik dus ook spelen. Ik vind het altijd wel leuk om af en toe te doen op mijn kanaal. Gewoon één keer de week of één keer de twee weken. Even een aflevering in Rotor 12 Wins. Challenge is natuurlijk lang geleverd, de laatste keer. Maar als jullie het ook leuk vinden dat ik gewoon lekker Grand Challenges ga doen met verschillende decks, laat lekker een likeje achter. Ik ben niet de beste in Grand Challenge, maar ik ben redelijk vind ik zelf. Ik doe het bijna, eigenlijk doe ik het bijna nooit. Ik heb nog ja, geen. 12, voor mij 1 keer 12 winst gehaald. Uh, niet de Electro Wizard Challenge, maar een normale Grand Challenge. Maar daarnaast niet zo heel veel, want ik kan het ook gewoon simpelweg best wel weinig speel. Ik vind uh, online meestal chillen als ik het in mijn eentje doe. Maar voor een video vind ik Grand Challenge wel heel leuk, dus we gaan het proberen. En uh, we beginnen met dit deck. Het monster deck. Het betere deck, het beste deck. Voor de mensen die uh, een Electro Wizard niet hebben, Mega Minion werkt ook Perfect. Ik twijfel welke ik nou chiller vind. De Mega Man of de Lector Wizard in dit deck. Ik heb toegekozen voor de Lector Wizard. Maar ik heb echt letterlijk geen idee. We gaan gewoon even kijken. Ik had al één winst gehaald. Dat was uh, in de stream. En dan kan je ook wel zien dat ik het echt gewoon bijna nooit speel. Want de stream was de laatste keer dat ik een potje speelde. In de Grand Challenge. Maar uh, let's uh, uh, go 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 Let's go. Hopelijk uh, winnen we. <laughs> we gaan even kijken. Tegen Mursian. Uh, Oké, okay, 0. Oké, okay, 100. Oké, okay, we gaan. Um, we gaan hem even muten. En dan wachten we even wat hij gaat doen. Uh, wij doen natuurlijk de grote vriend de furnace. Het chill aan de Grand Challenge is wel dat de Royal Giants uh, minder, uh, er minder zijn, zeg maar, dan online. En als hij nu een vuurbal heeft, uh, bouw ik. Dan, uh, ja, dan uh, bouw ik gewoon. Maar zo te zien, heeft hij geen vuurbal of is hij niet van plan neer te zetten? <laughs> voor mij is deze vet niet heel goed. Nee, oké, die bowler is ook nog niet geweldig. <laughs> oké, okay, die ijswissel. Die Electro wisselt het wel wat beter. Maar we gaan even druk op hem zetten door een, een Goblin Barrel. En we gaan die boulder stoppen met een Electro Wizard. Dan wacht ik even tot hij aan deze kant is. Zo, oké, okay, hij heeft een zap. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ehm. 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 4G. Hopelijk zijn we niet te laat. Waarschijnlijk wel. Nee, we zijn niet te laat. Oké, okay, we gooien hem op 4G. Hopelijk uh, werkt hij nu wel mee. Kennelijk nog steeds niet. Huh? Oké, okay, wacht, dus we doen het even. Dit is een risico. Dit is een risico. Dit kan goed gaan. Dit gaat waarschijnlijk niet goed. Wist je dat dit het ook in. Uh... Oh nee, de stream was het niet zo. De stream was ook. De potje heb ik ook met heel veel geluk toen gewonnen. Maar dit is even vervelend. Uh, maar het maken... maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon lekker natuurlijk door. Um, ja, oké, okay, we hebben het wel verloren. Uh, ja, we hebben nu. Wow, daar heeft hij wel heel veel geluk. Dat hij precies als ik wegging ging pushen. Nou, oké. Okay. Waarschijnlijk hebben we al verloren. Ja, jammer. Ik kan er weinig, ja, ik kan... Ja, ik kan er weinig aan doen. Mijn uh, wifi werkt even niet mee. Ik doe het even op 4G nu dan. Dus. Uh, ja, ik weet niet. De laatste tijd gebeurde dat steeds vaker. Ik vind het wel irritant. Oké, okay, hij. Even. Ik dacht even dat hij een zap gooide. Achter die crowd Tower. En dat was gewoon zijn Electro Wizard. Uh, we doen even een Furnace hier achterin. Dan wacht ik even. Dan gooi ik een Minjord. Nee, ik doe, Ik gooi een hierop. Zo. En dan. Uh, ik weet het even niet meer, jongens. We gaan dit toch al verliezen. Hè? Uh, ja, uh, Minionord Split. Oh, dat is best wel fijn eigenlijk dat ze dat deden. Oeh, nou, ik heeft bijna, bijna geen damage gedaan. En hij zepte daar um, mijn uh, minions. Dus dat is wel fijn. Dan kan ik een Mirror Barrel. Dan wacht ik even tot die archers weg zijn. Die zijn nu weg. En dan gooi ik een Mirror Barrel. En hopelijk heeft hij geen log. Hij heeft dat. Dat had ik al wel verwacht. Maar dan gooien we nu even een vuurbaldje erop. Zo. En dan heeft hij weer een zepspel. Huh? Had hij nou een zepspel nu al? Heeft hij snel geschakeld? Doet hij fijn? Ik weet zeker dat ik deze boy had gepakt. Als we uh, er niet uitvielen. Want ik zie dat hij gewoon niet goed is. Alleen uh, we hebben gewoon heel erg veel pech. Dat onze wifi er net op het goede moment. Uh, het slechte moment eruit viel. Um, nou, we hoort op die arches. Zo, dan gaat die bodem daarop. En dan gooien we dit even. En dan doen we even dit. En dan gooien we even een vuurband. ik gok zijn Electro Wizard. Ja, oh, raak ik hem? Ja, ik raak hem wel, mooie gok van mij, al zeg ik het zelf, doen we eventjes nog een hoge furnace, we komen er net niet doorheen, maar het, het is niet heel erg, uh, het is nog best wel close geworden, we hebben zijn toren nog best wel kunnen aanpakken, maar nee, helaas niet goed genoeg om de winst naar huis te slepen, ik zet nog even, hij zet ook, jammer, 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 jammer. Ja, heel jammer. Maar ja, maakt toch niet heel. Het zijn 100 gems, jongens. En we hebben nog twee levens, zeg maar. Dus uh, we gaan gewoon lekker door. Hè. We gaan gewoon lekker door. En los daar. Oh, 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 wat balen. En we komen nu tegen Bob uit de klen Oostenrijk Österreich. Wauw, ik, ik doe Duits, hè. Österreich. Ja, Österreich. Zo zeg je dat. En uh, we beginnen met een furnace. Zo, en voor de mensen die denken, Oostenrijk. Oester... <acht> Waarom weet ik het nu niet? Het is vakantie. Laat me. Um, nee, uh, dat betekent Oostenrijk. En uh, ik wacht even op die IJsbizer die um, gepasseerd is. En dan gooi ik even dit. En dan doen we even dit. Ik doe even heel simpel, ook nog eens dat. Maar, oké, okay, even een zap. Ik zit te denken, gisteren heb ik een video gemaakt over die uh, Elite Barb Miner deck. En ik vind hem nog steeds erg chill. Ik ben benieuwd of die ook gaat werken in Grand Challenges. Als we nu weer verliezen, gaan we dat even uittesten. Maar we houden het eerst even bij dit deck, want ik ben eigenlijk het beste met dit deck in de Challenges. Tot nu toe nog, En Misschien is dat andere deck veel chiller, dat weten we dan niet. Oeh, hij speelt daar een Eiffel draak. Volgens mij is deze event ook weer niet zo heel goed. Voor mij waren serieus die Elite Barb. die Elite Barb. Die Ice Wizard. De, nee, die Ice Wizard. De, um, Oh, nee. Oh, goed zo, minions. Heel braaf, minions, dat je terugkomt. Voor mij was die Electro Wizard Challenge veel moeilijker dan um, deze challenge. Want ik heb het gevoel. Deze vent ook gewoon niet. Oké, okay, wacht. Even niet te vroeg juichen. Even niet te vroeg juichen. Want ik doe net die furnace te laat. Um, laat maar jongens. Ik heb niks gezegd. Ik heb helemaal niks gezegd. Ik heb echt helemaal niks gezegd. Oké, okay, we staan heel dik achter nu. Roosje even een berretje op zijn toren. Ik wacht even rustig. Ik geef nog niet op, namelijk. Ik geef zeker nog niet op. 956. Tenzij een Rocket heeft. Kan hij er gewoon niet doorheen komen als we nu gewoon goed blijven spelen? En heet het die Hawk Rider. Afstoppen. Kijk. Een Hawk Rider en een Inferno Draak. Jongens, deze event is niet goed. Wij kunnen hem verslaan. We gaan even kijken wat hij hier tegen doet. Oké. Okay. Hij heeft dus een Scarmy. Dat kan hij ook mee onze. Onze push mee stoppen. Dan weten wij dat. Dan ga ik die Inferno Draak verder niet veel tegen doen. Dan ga ik hem zo even die. Electro wizard neer. Nee, dat gaan we niet eens doen, joh. Dat gaan we niet eens doen. We gooien gewoon lekker weer een uh, Furnace neer. En we gaan gewoon rustig weer alles opbouwen. En volgens mij, want het zou heel chill zijn, heeft hij serieus alleen maar een um, Een zeppel. En dan kunnen we heel veel doen. Want gaat hij dit waarschijnlijk zeppen? Kom maar, ja, en dan meren we weer dat. En dan hopelijk krijgt die hokwaarde geen hit. Dat is heel belangrijk, dat die hokwaarde geen hit krijgt. En hij heeft dus naast zijn zap-spel, heeft hij ook, en ik had dit beter kunnen... Oh, oké, okay. ik dacht even dat die Electro Wizard serieus uh, even niet hem in één keer zou killen. Ik zap even dit. Zo, helaas kunnen we hem niet uh, zappen, zeg maar, killen voordat uh, onze Electro Wizard dood is. Maar ik dacht serieus dat die Electro Wizard uh, niet die golems zou killen. Maar gelukkig deed hij dat wel. Doe even dit neer. Doen we even dit neer. Zo, en dan is dat meer dan genoeg. Dan gaat hij dit tornado. Leuk dat hij een tornado gebruikt. Jammer voor hem dat dit niet goed werkt. Oei, nu moeten we trouwens wel even oppassen. Nu moeten we het wel even oppassen. Nu kan ze ook waarder doorheen komen. Ja, nu kan ze ook waarderen. Dan kan hij dat ook nog zappen. Als hij dat zept, komen we met een barrel zap maar, zeppbaar, zeppbaar. Doet hij niet. Jammer dat hij dat niet zept. Want wij hebben nu de barrel Hij heeft ook zijn Scarm. Die ga ik even snel zappen. Hele domme zep. Die had ik beter naar boven kunnen gebruiken. Deed ik niet. Maakt niet uit. Oké, okay, go. Hij zept dat weer. Dat is dan weer van zijn. Zeg maar van zijn. Uh, dat heeft hij weer slecht gedaan. Ik wou even een Engels uh, zinnetje maken, maar het lukt even niet. Gooi even nu de uh, Meerdoort hier. Of me ja, de Meerdoort. En dan doen we even deze. En dan moeten we even heel erg oppassen voor die, voor die rechter. Uh, niet op het bar, want die gaat heel wat damage doen. Oké, okay. oké, okay. dit is een leuk potje. Dit is een leuk potje. Hij is er nog steeds. Ik zei het jongens. Niet te vroeg. Hij mag niet te vroeg juichen. Hij is na die 956. Is hij er nog steeds niet doorheen gekomen. Dat wist ik. Ik wist dat dit een verrassingsavond van hem was. Maar als we goed spelen, komt hij er gewoon niet meer doorheen. Dan wacht ik even hier. Dan uh, doen we even dit. En dan drop ik gewoon gelijk nog een furnace. Gewoon lekker omdat we hier ook er niks willen gunnen. Misschien ook die furnace iets beter kunnen plaatsen. Maar jongens, who cares. Wij heeft nog steeds geen hit gedaan. En die tornado doet natuurlijk ook geen damage. We zappen dit even mooi. Hoppa, doen we weer wat extra damage met die. Mmm, golden barrel. En dan moeten we gewoon even rustig afwachten. Jongens, het komt goed. Het komt goed. We moeten nog even. Oké, okay, dit wordt even een pittige. Dan laat ik hem even één keer zappen. Zep alsjeblieft snel, zep even snel. Oké, okay, dan hebben we nog eentje. En dan doet hij nog steeds geen hit. Hij doet letterlijk nog steeds geen hit. En dan zeg ik, dit is GG. Als ik goed mijn zap klaar heb. Even kijken. Ja, daarboven. Daarboven is die. Hoppa, hoppa, hoppa. Oh, toch nog niet. GG. Oké. Okay. Eh, um, dan moeten we nog. Wacht, 2,49. Nee, nog niet. Dacht ik al. Oké, okay, dan nog één furnaceje. Met ehm. Um... Dit. En dan met dit. En dan met. Uh, dit. En ik bedenk me nu dat ik misschien iets anders had dit kunnen spelen. Want hij komt er even doorheen. Oké, okay, vuurbalzap is al genoeg. Maar ik dacht even, ik zepte net dat volgens mij. Dat ik niet moet doen. We doen even een vuurbal en we doen een zap. Het is G-G-G-G. -G. Uh, mooi. Lekker gespeeld deze. Lekker, lekker, lekker. Begon even heel slecht. En jullie dachten waarschijnlijk al. Ja. Ik, ga, ik moet even mijn cam iets doen. Ik ga dit uh, al wegklikken. Hij is gewoon noobie de noob. Maar nee. Ik kwam terug, want nu wist ik dat hij een hoekwaarde had. En als ik dan gewoon de hele tijd mijn Furnace in mijn goede rotatie had, kan hij er gewoon onmogelijk doorheen komen. En dat is dus ook zo gebeurd. Hij is er niet meer doorheen gekomen. Eén keertje op het laatst nog. Maar ja, dat maakt niet heel veel uit. We hebben gewoon lekker gewonnen en we gaan lekker door. We gaan lekker door. We komen nu tegen e du, 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 du g En um, ja, ik ga even Furnace beginnen. Gewoon lekker weer een Furnace. En hij heeft een baby draak. En ik vind het weer een aparte uh, kaart om gewoon mee te beginnen. Dus weer ja, ik moet het toch niet te vroeg juichen. Maar ik denk weer dat deze vet niet de beste speler is. Het is gewoon een rare start. Dan gooien we even deze skeleton army. Dan kan hij ons nu heel hard naaien als hij het zapt. Gelukkig hebben wij een Mirror Scarmy, maar dat is nu al te laat voor als hij zou zappen. Dan ga ik nu nog niet mijn barrel gooien, want al logt hij dat heeft hij een hele lekkere log, heeft hij al mijn skarmies. en dan heeft hij uh, mijn, mijn, mijn barrel. Dus ik wacht eventjes. Nu ga ik mijn uh, barrel gooien en dan helaas ja misschien iets eerder toch nog moeten gooien. Ik weet niet precies. Maar we doen wat damage. We weten nog steeds niet welke spels hij heeft. Hij vindt het leuk, ik vind het leuk en ik doe mute hem even, want dan speel ik altijd heel slecht door als uh, mensen allemaal van die uh, smileys gaan doen. Dan kan ik altijd moeilijk tegen. Oké, okay, nou we hebben die draak had ik misschien iets beter kunnen afleiden met die Electro Wizard, daar bouw ik een beetje van. Heeft hij wat damage genomen? En dan doe we even de furnace. Hij heeft waarschijnlijk geen Royal Giant. Dus je kan de furnace wat meer naar voren zetten. Dat doe ik dus ook gewoon. En ik denk dat ik gewoon de furnace ga mirroren. Als hij nu niks aanvallends dropt. Doet hij wel. Ik wil even die archers weg hebben. Dus ik doe gewoon gelijk een Minecraft. Ik ga gewoon heel agressief gelijk op. En nog steeds hebben we geen spel van deze jonge man gezien. Ben benieuwd wat zijn spels zijn. Um, ja, ik wacht nu even. Oh, gooi alsjeblieft nu uh, je uh, dingen. Ik, oh, ik, ik kan niks ne neerleggen. Um, dit dan. Heel slecht, maar ik heb echt niks. Ik heb letterlijk niks. Barrel even hoog. Ik moet dan even deze draak afleiden, want ik wil niet dat die draak op onze uh, skeletons gaat. En dan hebben we nu heel weinig elixir. En dan moeten we nu oppassen voor de counterpush. Nu komt er een counterpush. Boulder graveyard. Iedereen die weet het al. Maar we doen gelukkig heel wat damage met die uh, electro wizard. Oké, okay, wat is nu het slimst? Mm. Um, furnace. Minion hoort straks... Op uh, die boulder daar allemaal daarboven. Dan wacht ik even. Ik weet sowieso dat hij. Die... Oké, okay, dit, dit vuurballen we. Waar komt je grave graveyard? Daar is je graveyard. Dan we... Dan mirroren we niet. Dan gooien we de Meneer. Als hij nu zap is, zijn we een beetje in problemen niet heel. Oké, okay, hij heeft Poison. Hij heeft een poison spel. Dat kan een best wel goede uh, combo zijn. Daar hebben wij in onze. Uh, in onze video wil ik zeggen. In, ons, uh, in mijn toernooi. Heb ik daartegen verloren. Tegen een minor. Nee, want het was niet in met toernooi voor mij. Dat was een keer. Heb ik met dit werk verloren. Toen ik uh, Poison uh, Graveyard tegen me kreeg. Omdat wij dus simpelweg. Uh, alleen maar dingen hebben die heel makkelijk gepoisoned worden. Om onze Graveyard te beschermen. Daarom doe ik nu even de Electro Wizard. De Electro Wizard heeft het best wel moeilijk. moeilijk. Ik ga ik even nu een dubbele, uh, dubbele barrel gooien. En dan gelijk een vuurbal achterna. hopelijk kunnen we dan wat damage doen. Is het al genoeg? Ik kan het nu even niet zien. Vuurbal zit in de weg. Maar volgens mij is het al genoeg. Ja, het is al genoeg. Met een zap toch wel? Oei. Oei, 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 oei. Ja, ehm, um, Floris, je zit nu een beetje in de problemen. Ik ga even Scarmy onderaan leggen. Want dit kan heel wat damage doen. Als hij nu je gekke, gekke zet doet. Oké, okay, doet hij niet. Heel veel geluk, heel veel geluk hebben we nu. Doet hij, kijk, daar hebben ze veranderd, hè. Die Goblin barrel doet geen damage meer op de toren. Dat was vroeger zo, voor de mensen die heel lang, ehm, um, ja, al, kerstjaar spelen. Vroeger was het zo, als je de barrel op de toren gooit, deed dat... 40 damage of zo, maar dat is nu dus niet meer. Gelukkig hebben we gewoon weer lekker gewonnen. En dan ga ik hier bij de video ook gewoon eindigen. Twee wins gehaald, 1 uh, vlies gehaald, helaas. Ik vind dit nog steeds een lekker dekje. Om te gebruiken. Je hebt er heel veel variaties op door. Deze kaart is vooral uh, een kaart die heel vaak veranderd wordt door andere kaarten. Heel veel mensen doen hier Prinses. Heel veel mensen doen de Mega Man. Wat ik denk het beste werkt als je dit niet wil. En heel veel mensen doen ook speargoblins in plaats van deze Electro Wizard. Dus dat wordt heel vaak veranderd. Maar principe: deze, 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 deze en deze kaart blijft altijd hetzelfde. En hier wordt ook soms een log voor gedaan. Maar ik vind een Zap duizendmaal chiller omdat je in Grand Challenges niet heel veel prinsesses zie, ziet. En een zap heel erg handig kan zijn voor je Goblin Bell. Want stel je gooit een Goblin Bell en hij gaat de hele tijd verdedigen met, je, met zijn... Uh... Skarmy. Kan je die Skarmy gelijk zappen? Al heb je dan geen zap, is dat best wel vervelend. Want dan hoeft hij zijn zap, zeg maar, niet eens te gebruiken. voor verdediging voor je, skarmy, voor je barrel. Want hij heeft gewoon een Skarmy. Ik ben benieuwd of je dat begrepen Waarschijnlijk wel. Het was even ingewikkeld. Anders luistert het even nog een keer. Maar jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Ik vond het een chille video: 2 wins, 1 loss. En die loss was puur door de wifi. Ik ga proberen om 12 eh, wins te halen. Er komt misschien eind van deze week of volgende week nog een video online. Waarmee ik dus heel dicht bij die 12 winst uh, zit. En dan kunnen we kijken of we dat live kunnen halen. Jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Ik zie jullie allemaal in de volgende video. Tot dan, mensen!